Jongens, eens in de zoveel tijd doe ik dit even kort en krachtig, maar om even te vragen om jullie steun. Ik doe dit onafhankelijk. Ik uh, krijg geen subsidies, ik doe niks met uh, vervelende adverteerders. Ik doe het echt onafhankelijk en dat kan ik alleen maar doen met jullie steun. En je kan naar jensen.nl uh, gaan, daar kan je zien, daar kan je maandelijks doen, dat kan je eenmalig doen, je kan t-shirts kopen. En uh, ik, mijn dank is zo enorm groot. Ik denk dat het zo belangrijk is dat wij dit op deze manier blijven doen. En Ik hoop jullie ook en willen jullie dat dit doorgaat, steun ons alsjeblieft. Als je een beetje kan steunen is, is, is fantastisch. Heb je wat meer om te steunen, is dat natuurlijk ook super belangrijk. Uh, vergeet niet, ik vecht voor ons allemaal. Ik vecht voor jullie allemaal. Ik doe het ook echt voor jullie. Ik vind dat dit geluid te horen moet zijn in de media, op wat voor manier dan ook. En het is er niet. Het is er niet. Ze onderdrukken het. Je komt er niet tussen. Maar het is wel gewoon het echte geluid. En dit moet gewoon doorgaan. Dus als je graag wil dat we doorgaan, steun ons alsjeblieft op jensen.nl. Dankjewel. Show. Robert Jensen. Er is één ding dat ik gewoon niet kan begrijpen. Ik begrijp het gewoon echt niet. Hoe kunnen sommige mensen nog steeds niet zien dat daar waar we nu in zitten met deze lockdown, dat het zo kwalijk is, dat het zo verwoestend is? Dat het de potentie heeft, en al heel snel, om alles wat er is opgebouwd, in een heel rap tempo te kunnen vernietigen. Waarom zien mensen niet? Wat is die blinde vlek? Um, en we, beaderen, we benaderen nu echt een zeer kritiek punt. Want dit kan zo niet verder gaan, natuurlijk. Dit kan echt zo niet verder gaan. 70.000 bedrijven overleven dit jaar niet. Als je kijkt naar die hele economie, stort helemaal in elkaar. Als je kijkt naar Amerika, zo belangrijk voor ons ook, hè, die economie: 22 miljoen plus werklozen. Niks, niks werkt meer. Niks werkt meer. En weet je hoe snel dat gaat voordat we in een depressie belanden? En sommige mensen gaan nog steeds gewoon door, zo van. Nou oh ja, god, is dat vier? Is het zo eng? En uh, uh, blauw, vaccins. En ik begrijp niet waarom ze niet zien dat je zo niet verder kan. En dat ze niet, net zoals ik en natuurlijk heel veel van jullie en een steeds groter wordende groep, zo langzaam echt dat gevoel gaat krijgen: van ja, dit kan helemaal niet. Kijk, politici, daar moeten we het ook niet van hebben. Die zitten alleen nog te debatteren over of we straks of we nog een mondkapje op moeten doen. Een mondkapje opdoen. Een mondkapje opdoen. Die, 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 die dingen hebben helemaal geen zin. Hebben helemaal geen nut. Zero effect. Het enige wat het weer doet. Het maakt mensen bang. En daarom zie je de mensen op straat lopen. Met zo'n mondkapje. Dan zie je, je zo'n mondkapje. En dan zie je twee van die hele bange ogen zo. Omdat als je angst accepteert. Dan kan je niks meer zien. En dan kan je niks meer doen. En dan word je helemaal verstijfd. En dan zie je niet meer wat er echt aan de hand is. En dat zal ongetwijfeld de reden zijn. Waarom sommige mensen het niet kunnen zien. Die, die angst. En die... Maar het ding is. Je hoeft niet bang te zijn voor dat virus meer vergeleken bij wat er allemaal gebeurt als wij in een depressie belanden. Het is ongelooflijk wat wij onszelf aan het aandoen zijn. En ik wil dus vandaag, omdat het helemaal uit de klauwen loopt. En ik heb zoveel berichten hier over hoe erg het op dit moment is. En dat nog steeds mensen het niet zien. En nog steeds mensen, uh, andere mensen verwijten die hierop wijzen. En die wel verantwoordelijk zijn voor hoe we met z'n allen leven en voor onze maatschappij. Want dat is het namelijk. Hè? Deze mensen, weet je, de mensen die weer zeggen: van oké okay, jongens, we moeten weer aan de slag, we moeten weer wat doen. Als de economie crasht nog verder dan nu al, en nog meer mensen thuis zitten, dan, is het, dan heeft dat een verwoestend effect op alles. Op alles. Los van het feit het gevaar dat hè, onze overheid een veel te grote rol in ons lege, leven krijgt. En dat hebben ze nu al. En ze pakken het en ze nemen het. En je ziet gewoon dat ze niet uh, uh, erg gemotiveerd zijn om dat los te laten, die macht die ze hebben. Het is alleen maar praten over het nieuwe normaal. Nee, we zijn nog niet klaar. En daar moeten wij, niet zo langzamerhand, bijzonder kwaad over uh, worden. Want het is echt heel erg. We moeten schreeuwen van de daken dat die lockdown zo snel mogelijk moet stoppen. Want het is verwoestend. Het is verwoestend wat het aanricht. Maar de reden waarom sommige mensen het misschien niet nog zien, is omdat er nog steeds tot de dag van vandaag geen serieus gesprek gevoerd wordt over dit virus. En dat gaan we vandaag maar dan wel eens doen. En dat betekent dat ik wat harder, wederom, moet zijn. Ik heb dit onderwerp al eens eerder behandeld en dat heb ik het heel zo gevoelig mogelijke wijze gedaan. Maar daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Het is tijd. Om dit keihard te confronteren. En wat is het serieuze gesprek? In plaats van nog steeds het hysterische gesprek waar we in zitten. Het serieuze gesprek wat met mensen gevoerd moet worden, is dit. Er vallen iedere dag doden. Mensen gaan dood. Jij gaat dood. Ik ga dood. Wij gaan met z'n allen dood. 400 tot 500 mensen per dag sterven. Sowieso in Nederland. Iedere dag weer. Dat is het serieuze gesprek, wat is omarmd moet worden. En dat gaat om allerlei dingen. Mensen gaan uh, uh, dood aan zoveel dingen. Iedere dag weer. Van, van zelfmoord, verkeersongelukken, uh, kanker. Maar uh, nou, noem het maar op. De lijst is eindeloos. Dus, zie dat nou eens in. Probeer daar nou eens mee te leven. Je gaat dood. We gaan dood. Doden vallen iedere dag. En het ding is waarom je nu helemaal over sommige mensen helemaal hysterisch nu zijn. en bang thuis zitten. en maar te smeken de overheid: oh, sluit ons op. en alsjeblieft, kom met dat verplichte vaccin. Want dan voel ik me pas veilig. dan durf ik pas mijn huis uit te gaan. is omdat mensen hier nog nooit over nagedacht hebben. En dat, be, dat begint nu. Uh, schadelijke vormen aan te nemen. omdat. hadden ze dit niet geweten. He, was die hysterie over uh, de, corona niet zo groot geweest? En het aantal doden niet iedere dag he, via de app binnenkomen. En oh, Hans, er zijn weer 118 coronadoden. Iedere dag vallen er doden. Had je dat niet geweten, hadden mensen gewoon. En misschien is dat, ook, dat is ook doorgaans beter dat mensen daar niet geconfronteerd mee worden. Want je ziet nu heel duidelijk: mensen kunnen er niet mee omgaan. En wat is dan de reactie van mensen omdat ze bang zijn? Dan gaan ze zoeken en gaan ze smeken om een oplossing, want ze willen weer een goed gevoel krijgen. En wat ze dan ook nog eens een keertje gaan doen, is dan gebruiken ze van. Ja, maar we doen het voor de ouderen en we doen het voor de IC-bedden. Maar als het dan bewezen is, en dat doe ik iedere dag hier, dat dat het probleem niet meer is en dat er niks bizars of bijzonders of uh, extraordinary aan de hand is op dat vlak. En dat de kans dat mensen, gezonde mensen of mensen met zonder onderliggende uh, ziektes. of mensen onder de, 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 de 80 hier aan doodgaan, is minimaal. De kans bestaat niet. En natuurlijk word je gek gemaakt in de media. met iedere keer als er een jong iemand overlijdt aan corona, zogenaamd. Of dat niet zogenaamd. Meestal hebben ze ook nog iets anders. maar dan wordt gezegd: het is een corona van jong iemand. Oh, Hans, er is een 22-jarige meisje overleden. Als je dat iedere dag. Van je leven had voorgeschoteld gekregen over de griep. dan was je juist niet uitgekomen. of je was immuun geweest, je was sterker geworden mentaal. dan had je namelijk gerealiseerd. de dood hoort bij het leven. en iedere dag vallen er doden. En dit is waarom mensen er niet mee om kunnen gaan. Maar ze gooien het dan in een sfeertje. als. als van, van, van. we doen het voor elkaar, we doen het voor anderen, we doen het voor de maatschappij. Maar dat is niet. Als je heel eerlijk bent, waarom deze mensen dit zeggen allemaal en waarom deze mensen dit doen. Ze doen het vanuit, en daar kom ik, ik durf hem erin te gooien, vanuit een bepaalde vorm van egoïsme. Ik ben bang, moet jij ook bang zijn, samen zijn we bang en er moet een oplossing voor komen en dan heb ik pas het zelfvertrouwen om eruit te komen. En dat kan niet meer, want wat is hier aan de hand door deze lockdown? 70.000 bedrijven overleven het jaar niet. Moet je nagaan hoeveel pijn dit is. Het is alleen in Nederland, hè? Hoeveel pijn dit is voor mensen. En er is een video viral gegaan van een, een kroegbaas, Marcel. Die heeft een steunaanvraag gedaan bij de overheid. En dat is afgekeurd. Want iedereen die ook maar denkt van ja, maar er is toch steun vanuit de overheid, zijn er twee dingen die mensen moeten realiseren. Die nog steeds zo denken. Waar denk je dat dat geld uiteindelijk allemaal vandaan moet komen? Dat hebben ze helemaal niet, de overheid. En sowieso, het geld wat opgespaard is in Nederland, gaat allemaal om een of andere reden naar de rest van Europa om ze te helpen en niet naar ons. Weten we nog dat statistiekje van die verdeling van die noodpot waar wij zoveel aan bijgedragen hebben, gaat naar Polen en Hongarije? En wij krijgen een fractie, we krijgen, nog, we krijgen niks. 1,50 euro per persoon in Nederland of zo. Dus waar moet dat geld vandaan komen? Ja, dat moet straks weer bij ons allemaal vandaan komen. Alles wordt duurder. Uh, 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 en Waar gaan wij dat van betalen? Als iedereen thuis zit, als, als werkloosheid is, als er uh, dus zo hoog is, als, als, als zaken omvallen, als businesses omvallen, iedereen wordt er maar uitgegooid. Waar gaat dit naartoe? Denk daar eens over na. Maar dat is, dat is, dus, dat is dus één ding. Maar het tweede is. Dat wordt maar gezegd, ja, de overheid schiet er wel te hulp. De overheid, dat, je zal zien hoe lastig. Want die beloftes van de overheid, die gaan er veel rooskleuriger uit. En ze zijn veel positiever dan dat ze in de praktijk zullen zijn. En waar mensen tegen aanlopen. Zoals ook deze kroegbaas, Marcel. Die heeft jarenlang gewerkt aan zijn kroeg. Het is een ondernemer. En hij heeft het op, op, op uh, het is viral gegaan. Hij heeft het uh, uh, op Facebook gezet. En ik, ik kijk hier even naar hoe treurig dit is. Maar hij staat voor. Tienduizenden en binnenkort honderdduizenden, als het niet miljoenen mensen zijn in Nederland. Brief aan het UWV met een leuk telefoonnummer erbij dat mijn aanvraag voor de nauw is afgewezen omdat ik geen totale maandomzetcijfers heb van de maand februari en dat betekent dat ik niet uh, Aanspraak kan maken op de 90% loonkostenvergoeding uit de subsidie van de overheid. Dus dat betekent dat ik met echt gewoon klaar ben met ondernemen. Personeel moet dan maar ontslagen worden, UFA vragen en ik weet het ook niet meer. UFE doet hier iets aan, de overheid doet hier iets aan, want dit, je kan toch nieuwe ondernemers niet zo. Ik heb jarenlang belasting betaald, ik heb jarenlang zaak gehad. En omdat ik nu een half jaar tussentijd geen uh, omzetcijfers heb, omdat ik aan het verbouwen ben geweest en in 20 februari ben opengegaan, krijg ik gewoon niks. Ik krijg geen uitkering voor het personeel. En alle mensen die fucking jarenlang het bedrijf hebben, die wel een buffer zouden moeten hebben, die krijgen het wel. En mensen die net, net starten, krijgen niks. Tuurlijk, ze zijn godverdomme niet goed. Ze zijn niet goed. Ze gaan je niet helpen. Het is gewoon echt afschuwelijk. Het is, dat klopt. Er zitten mensen thuis die moeten hun kinderen vreten geven. Ja. Die moeten hun huur betalen. Ja. En ik kan ze gewoon niet uitbetalen omdat ik omdat dit buiten de boot val door jullie achterlijke teringregels. Exact. Nou, hij ging door. En, maar het ding is: dit is zo treurig. Maar dit is gewoon: de overheid gaat je niet helpen. Weet, wie, weet je wie ze gaan helpen? Het is altijd zo. Ze gaan die grote jongens gaan ze helpen. Maar de ondernemers, de midden- en de kleinbedrijven, nee hoor. Maar die grote gasten gaan er goed uitkomen. Jo, je krijgt binnenkort. Jo, jouw kroeg wordt wel overgenomen door Amazon of zo, weet je wel. Dat vinden ze mooi allemaal. En het ding is, vraag niet aan de overheid om hulp. Je, de enige oplossing die er is, uit deze lockdown. En weer aan de slag gaan. Want dan houdt deze jongen wel zijn broek Ik bedoel, dan kan hij weer precies doen wat hij altijd gedaan heeft. Waar hij jarenlang keihard voor gewerkt heeft. En dat geldt voor iedereen. Dat wachten op die overheid. Luister, die overheid gaat niet komen. Hoe mooi ze het ook zeggen. En hoe mooi ze het ook beloven. Het gaat niet gebeuren. Het enige wat helpt is uit die lockdown gaan. En weer normaal gaan doen. En echt normaal. En niet het nieuwe normaal. Met die belachelijke anderhalf meter afstand economie. waar Rutte het over heeft. Je weet waar je die kan steken. Rot op met die anderhalve meter maatschappij. Want weet je hoe erg het allemaal is wereldwijd ook? Hè? Bijvoorbeeld dat Amerika. Aan het, op, op Omvallen staat. En dat we zijn allemaal gecrashed door deze lockdown. Allemaal. En moet je nagaan wat voor een effect dat ook heeft op de derde wereld. Hè? Hoe bedoel, als, als een economie als Amerika faalt, of als wij allemaal falen, we kunnen niks helpen in de derde wereld. En het voedsel en zo, dat gaat echt niet daar meer naartoe hoor. Dat zullen we hier nodig hebben. Het hele systeem valt om. En zogenaamd om mensen gezond te houden en te helpen, niemand. Wordt hier gezond van. En niemand wordt hiermee geholpen. met een lockdown en een economie die crasht. We worden allemaal afhankelijk gemaakt. vanwege een lockdown. En, vanwege... en het komt door bange mensen. die niet om kunnen gaan met het feit dat de dood er is. En normaal gesproken, als je het niet wist. stap je de deur uit en heb je gewoon het weggegooid. of je wilt niet weten van de griep. en dat is maar beter ook. Want het ding is gewoon. het leven is wat dat betreft gevaarlijk. Het leven is altijd gevaarlijk. Iedere dag dat je de deur uitstapt kan je aan alles overlijden. Maar je moet er niet over nadenken. En je moet er niet te lang blijven hangen. En je moet je ook niet laten manipuleren in die situatie dat je op laat sluiten. En dat je ook verwacht dat andere mensen thuis blijven zitten terwijl alles in elkaar flikkert. 70.000 bedrijven overleven dit jaar niet. Nederlands Vereniging voor Autisme luidt de noodklok. Toename zelfverminking, agressie en angst. Allemaal te maken met coronavirus en de lockdowns. Dit is een drama. Meer zelfverminking in zorginstellingen door coronastress. Wat, is dit? Wat helpt dit? En die mensen maar arrogant om zich heen slaan altijd. Hè? Bang, angst. Hopen op zo'n ding van Bill Gates, op een vaccin. Wat natuurlijk nooit 100% gaat garanderen dat je niks krijgt. Dat zie je toch aan de griepprik? Mensen die krijgen de griepprik krijgen ze nog steeds griep. Tragische situaties thuiszorg. Luister eens naar dit. Voor mensen die nog steeds denken dat we dit allemaal voor de ouderen doen, wat niet zo is. Hulp zonder, oh, hulp zonder overleg stopgezet. Bij een derde van de mensen die thuiszorg of ondersteuning ontvingen van een wijkverpleegkundige, heeft de overkoepelende organisatie zonder overleg besloten in verband met corona minder of geen zorg te verlenen. Dat leidt soms tot zeer schrijnende situaties. Zo blijkt uit het onderzoek van de patiëntenfederatie Nederland. De federatie heeft zelfs meldingen van personen... die het zonder extra hulp niet meer zien zitten. Nee, natuurlijk niet. En jij denkt dat, dat opsluiten dat dat helpt? En jij weigert naar de cijfers te kijken. En je weigert um, in balans te zien van hoeveel doden er misschien extra vallen. Dat dat, dat, dat verhoudingsgewijs niks is. En dat we nog steeds met het aantal doden wat gevallen zijn in 2020... He, tot op heden... Dat het nog steeds minder is dan 2018. Dat is de griepgolf. Mensen weigeren daarnaar te kijken. En mensen blijven maar in die bolk zitten dat ze zo fantastisch bezig zijn. Maar de essentie is een vorm van egoïsme. Ik wil geholpen, Ik ben bang. Ik wil geholpen worden. Geef me iets. En daar wordt misbruik van gemaakt. En dat neem ik jou niet kwalijk. Dat ben ik niemand kwalijk. Maar daar wordt misbruik van gemaakt. Door mensen die iets willen veranderen. Die iets willen doen. Die ons, onafhankelijk, die ons afhankelijk willen maken. Afhankelijk. Die ons de grond in willen krijgen. En die denken, die gasten die vallen, flikkeren allemaal om. En daar kunnen we zo allemaal lekker misbruik van maken. Dat is precies wat ze doen. En hoe, dat, hoe het ons qua maatschappij verandert, die angst. Hoe langer dit door blijft gaan. Evolutionair psycholoog over tijdperk na corona. Iedereen smetvrees en minder one-night stands. Dat soort dingen. Iedereen smetvrees. Natuurlijk gaat het daar naartoe. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Die lockdown moet zo snel mogelijk Verwijderen. Het, 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 het is ook niet bewezen dat die lockdown werkt, want kijk je ook, hè, waar halen die mensen de arrogantie vandaan? Met net als je ziet wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal omvalt in de maatschappij, om te zeggen van, uh, ja, maar kijk, weet je, als we, de, als we niet deze lockdown hadden gehad, dan was het waarschijnlijk veel erger geweest. Daar heeft niemand bewijs voor. Daar heeft niemand bewijs voor. Als wij, want dat hebben we niet gedaan. En er zijn landen om ons heen, en Zweden en, en, en Japan en al de heel veel andere landen. Geen lockdown gedaan. Tuurlijk zijn er doden. Maar nog steeds binnen absoluut het geaccepteerde. Zonder eenmaal in paniek uit te breken. En dit willen deze mensen ook niet zien, deze. Bange mensen. Bange mensen. En die, die, die veranderen in een of andere arrogante monsters. Om gewoon weg te kijken van dit soort dingen. Dat ze bang zijn. Maar universitair, als je het dan toch wil onderzoeken. De Universiteit van Tel Aviv heeft een heel groot onderzoek gedaan. En die zegt. Uh, um, universitair onderzoek legt landen naast elkaar. Lockdown blijkt volslagen nutteloos. Dus die heeft gekeken naar de. Echt met cijfers en zo. Landen die in lockdown zijn gegaan en niet. Er is geen bewijs dat die lockdown werkt. Ik zeg ook heel eerlijk. Is er overtuigend bewijs dat het niet werkt? Ook niet. Maar het is. Wel overtuigend bewijs: de schade die deze lockdown aanricht. En wat ook overduidelijk bewezen is: dat er niet gigantisch veel meer mensen sterven in Nederland of waar dan ook op dit moment. Dus het feit dat we dat weten, betekent gewoon dat die lockdown eraf kan. En wat we wel weten: de schade die de lockdown aanricht. Dat weten we wel zeker. Dus deze twee dingen weten we zeker. Geen Bijzondere rare uh, sterfte. En geen. En, en enorm veel schade door die lockdown. Dit is echt ongelooflijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog het gevaar van het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal. Wat politici alleen nog maar over praten. Het nieuwe normaal. Rutte praat over het nieuwe normaal. Luister eens. Voorzichtig op gang. Niet ineens helemaal open. Hou vol. Hou Vol, dat is nu nog de vraag. Een tussenweek, een stap terug. Anders is het risico veel te groot. Het nu normaal van onze anderhalve meter samenleving. Ja, en dat is die griezelige Bill Gates natuurlijk ook. Die vaccinverkoper, want hij is geen expert. Hij is een oude, nogal, ik blijf het herhalen. Hij heeft Windows besturingssysteem verkocht aan de wereld, niet zelf ontwikkeld. Hij is een verkoper. Hij is geen wetenschapper, hij is niet eens naar de universiteit geweest. Hij is gewoon een zakenman, om het maar zo te zeggen, met bizarre connecties. En die wil gewoon die vaccins aan ontsluiten. Deze rijkste man ter wereld of ene rijkste man ter wereld. En die roept dus natuurlijk de hele dag dat het leven wordt niet meer normaal wordt. Totdat we allemaal gevaccineerd zijn. Which activities have like schools have such benefit and can be done in a ja. way that the risk of transmission is very low. En which activities like mass gatherings. Uh, maybe in a certain sense more optional. And so until you're widely vaccinated, those may not uh, come back uh, at, all. at all. At all. Ik kan die stem niet meer horen van deze gast, hè? Dit is een griezel. Wat mooie is dat is zoveel mensen zijn wakker aan het worden. Ik blijf het, ik heb het gisteren ook al laten zien. Op zijn Instagram-pagina, als je ziet de commentaren wereldwijd, mensen weten wat deze man, dat is, deze man wil. Dit is een duistere, dood. Enge man die ons allemaal verplicht wil vaccineren. En hij probeert het met alle systemen hè, waar hij in zit en waar hij mee te maken heeft om dat gewoon uh, te verplichten voor ons allemaal. Nou, never over my dead fucking body. En het ding is, hij zit ook helemaal in die RIVM. Dan komt hij ook weer naar buiten. Hoeveel samenwerkingen er niet zijn tussen het RIVM en de uh, Bill en Melinda Gates Foundation. Dit was weer, uh, wat is dit nou? Als onderdeel van de voorbereiding van de wereldwijde er eradicatie van polio. Oh ja, de wereldwijde eradicatie van polio. Dat is, is zo'n uh, Agenda 2030-ding van de Verenigde Naties. Pff, klinkt mooi, maar je ziet wat er gebeurt. Het tegenovergestelde gebeurt. Um, het ontwikkelt het RIVM. Voor de World Health Organization een nieuw en veilig podiovaccin voor lokale productie in ontwikkelingslanden. De World Health Organization en het RIVM zijn hiertoe financieel in staat gesteld door de komtie Bill en Melinda Gates. Die zitten ook gewoon heel veel al in, joh. Zit overal in. Maar hier is nou wat goed nieuws. En dat is echt goed nieuws. Ik zei het gisteren al: Trump kwam gisteren, uh, uh, zou die avond komen met een persconferentie. Trump wil dat land opengooien. We hebben, er is één politicus, en ik weet sommige mensen vinden hem nog steeds controversieel, maar er is maar één iemand die vecht om het weer terug te krijgen uh, als normaal. En hij heeft iedereen tegen zich. Hij heeft al deze. Hij heeft fucking wetenschappers, zogenaamde de aanhalingstekens deze doodenge mensen als Bill Gates en al die foundations, de Rockefeller foundations, de, de, noem het maar op. Ze hebben het allemaal, de, de, ze hebben, het, 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 hij, hij staat in moederziel alleen, maar hij knokt voor zijn land. Dus gisteravond heeft hij gezegd, we gaan weer open. We doen het in fases en sommige staten kunnen eigenlijk vanaf morgen al helemaal open of voor een groot gedeelte open. Hij gaat die economie zo snel mogelijk weer aan de gang brengen. En het was fantastisch nieuws. Nou, we gaan, we gaan een aantal opvallende dingen. Hij staat daar met twee corrupte gasten, zoals ik ze zie. Dat is uh, dokter Burks, een vrouw met die sjaal. En dokter Fauci, een lilliputter, heel close met Bill Gates, hè. Heel close met de Burkes ook. Ze zijn allemaal met elkaar te maken natuurlijk. En Bill Gates heeft via de World Health Organization, waar hij nu de grootste donateur aan, uh, aan is, hij, zij maken al die modellen en zij maken al die verschrikkelijke... Uh, zij le leveren al die cijfers aan voor die modellen. Dus je weet, met een model is het altijd, je gooit er shit in, je krijgt er shit uit. Als je goede informatie krijgt. krijg je goede informatie eruit. Maar als je maar gewoon maar wat speculeert, en dat zien we natuurlijk ook, tot op heden, dan kunnen we ook weer concluderen, geen één van die modellen is ooit uitgekomen. Eén van die modellen is ooit uitgekomen. Maar waar we nu achter zijn gekomen. Dat die modellen. Dat Trump deze al lang niet meer gebruikt. En dat is namelijk een interview geweest met zijn Surgeon General. Jerome Adams. Die heeft gezegd dat zij al lang niet meer die Bill Gates. of niet al lang. dat ze sinds kort die Bill Gates modellen. van de World Health Organization. helemaal niet meer gebruiken. Want ze zijn erachter gekomen dat ze niet kloppen. Dus ze kijken nu alleen, nog maar even naar de, ze kijken alleen maar even naar de feitelijke cijfers, wat er daadwerkelijk echt gebeurt. Net zoals dat die RIVM-cijfers niet kloppen. Weet je? Ze zeggen toch altijd coronadoden, wordt dat ook in de pers natuurlijk geroepen. Maar het zijn geen coronadoden. 99% heeft een onderliggende ziekte. Dus nogmaals, je, je springt uit een vliegtuig, je parachute gaat niet open, eh, En je stort neer. En, eh, maar je hebt wel 30% corona in je lijf of zo. Oh, coronadoden vind je. In België is het ook zo. Het gebeurt eigenlijk overal. Als je de symptomen hebt, of als mensen denken dat ze de symptomen hebben, of weet ik wat allemaal, dan wordt er ingevuld: corona. Dat is natuurlijk niet waar. Je moet kijken naar de mensen die daadwerkelijk echt alleen aan corona zijn overleden. Dat is, dat is wereldwijd een handjevol mensen. En dat, uiteindelijk komen die cijfers zo neer dat dat minder is dan de griep die gaat overlijden hieraan. Maar dus. Trump gebruikt die cijfers al een, een tijdje niet meer. Dus gisteren komt de persconferentie. En opeens een hele andere toon ook van Dr. Burks. Die komt met een nieuw model van waar ze naar gaan kijken. Ze gaan kijken naar de afgelopen twee weken. En dan gooien ze ook een model. Kwam er opeens bij influenza. En ik heb snel even getekst met mijn Amerikaanse vrienden dit ook op de voet volgen. Ik zeg: Wat is dit hier? De influenza-ding. En dat ze iedereen: Wat? Opeens influenza? Het ging toch altijd alleen maar over corona? Nee, maar ze hebben natuurlijk gewoon gesplit. En het ding is gewoon, dit komt later nog uit. Ze zijn er zo van overtuigd dat die cijfers gewoon totaal niet kloppen, dat ze besloten hebben die modellen eigenlijk helemaal opnieuw te doen. En er komen hele andere plaatjes uit. En zo gaan ze dat nu beoordelen: hoe staten open kunnen gaan. Dus dat betekent dat binnen no time Amerika weer helemaal open gaat. Maar die kleine Liliputter van een Dr. Burks. Oh nee, die dokter Burks met die sjaal. Maar die dokter Fauci, die stond daar dus gisteravond in die pers. Want net zoals Rutte te praten over het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal. Van, weet je, kunnen we binnenkort weer sportwedstrijden en dat soort dingen verwachten. En, de, en, en, en die dokter Fauci, die praat daar heel omheen. En weet je, precies zoals corrupte mensen doen. Precies het verhaaltje wat, wat hij van Bill moet vertellen. Van, ja, maar dat, ja het wordt, duurt nog wel even. En dat soort dingen. Het nieuwe normaal. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Weet je, hij gooit allemaal die termen erin. En daar komt Trump opeens en die vertelt even en die zet hem even helemaal terecht en dit is wat Trump zegt over het nieuwe normaal of eigenlijk gewoon over het normaal There's not going to be a new normal where somebody has been having for 25 years 158 seats in a restaurant and now he's got 30 or he's got 60 because that wouldn't work that's not normal no normal will be if he has the 158 or 68 seats and that's going to happen and it's going to happen relatively quickly we hope but that's our normal our normal is if you have 100,000 people in an Alabama football game or 110,000 to be exact we want 110,000 people that we want every seat occupied normal is not going to be where you have a game with 50,000 people Kijk de enige wereldleider of de enige leider van een land die dat tegenwoordig zegt en dit is gewoon wat hij gaat doen Rot op Met je nieuwe normaal. Rot op met je anderhalve meter maatschappij. We gaan gewoon weer terug naar hoe het was. We gaan het even snel allemaal op orde brengen. We gaan eens eventjes snel hier doorheen. En dan gaan we weer terug naar hoe het was. En niks een restaurant met opeens maar 20, ta uh, 20, 20 tafeltjes. In plaats van dat het vroeger 40 waren. Want zo werkt het niet. En we gaan gewoon terug naar volle stadia. Hoe fantastisch was dat niet om te horen. Hij praat gewoon over nee. En hij heeft het gehad en dat merk je gewoon. En die wetenschappers en die mensen met allemaal dubbele agenda's. Met allemaal vaccinatieverplichtingen en dat soort dingen. Daar zit dokter Fauci ook allemaal in. Dit was fantastisch om te zien. En dan kan je eigenlijk langzaam beginnen met een beetje adem te halen. Maar in Nederland? Wie maakt zich hier nou echt kwaad om? Ik vind dat wij dat met z'n allen moeten doen. En ik vind dat we ook mensen uh, moeten gaan aanspreken. En je zal zien dat er veel meer mensen wakker worden hoor. Ik, ik zet hem even heftig in, maar dat is wel gewoon de essentie waar we in zitten. Ook die bange mensen moeten geconfronteerd worden met constant. Moet je kijken de schade die het aanricht. Dat wordt een veel belangrijker ding dan te kijken naar het virus. Waar we nu, zo ze maar toch wel uit zijn, van hè, hoe dat daar zit. De schade, de schade die aangericht wordt is zo groot. Is verwoestend groot. En daar moeten we het z'n allen kwaad over maken. En daar moeten we mensen mee confronteren. Op alle niveaus. En ik blijf dat hier doen. Het is iets waar we dit weekend denk ik goed over na moeten denken. En dan maandag weer gewoon oppikken. Dit kan zo langer niet doorgaan. De schade is verwoestend, vernietigend en levensgevaarlijk. We moeten hieruit. Blijf wakker.